Een hele goede morgen. Zo, dus weer een heel andere look. Ik ben wakker geworden met ontploft haar. Met ontploft uitgekamd haar. Ik ga straks even douchen. Ik ben eigenlijk al een tijdje wakker. Want ik heb eigenlijk lopen editen. Er is net een vlog online gekomen. Ik heb alle mails beantwoord. Ik heb een visum aangevraagd voor Turkije. Want wij gaan dus op vakantie naar Turkije. Ik heb het nog helemaal niet gezegd. Maar wij gaan gewoon even 10 dagen naar een all-inclusive in Alanya. En we wouden gewoon ultiem genieten, chillen, gewoon helemaal niks doen, aan niks denken. En ja, Turkije vonden we daar gewoon geschikt voor dit jaar. Dus 10 dagen Alanya wordt het. Dus ik heb visum aangevraagd. Ik wist niet dat je voor Alanya een visum moest aanvragen. Ik dacht eerst alleen voor Istanbul. Maar misschien is het veranderd of zo. Maar ik heb het toch maar aangevraagd. Wat heb ik nog meer gedaan? Oh ja, weer papierwerk voor onze hypotheekaanvraag. Was nog steeds niet compleet. Dus dat heb ik nu allemaal afgerond. En ik hoop dat ik alle papierwerk, e-mails en al die shit gewoon voor mijn vakantie heb afgerond. Ik dan gewoon echt helemaal niks hoef te doen op vakantie. Want ik heb echt geen zin in een belletje of een mailtje op vakantie dat ik nog iets moet oppakken vanuit het buitenland. Ik wil gewoon aan helemaal niks denken. Genoeg geklaagd. Ik heb afgelopen 3 dagen niet gevlogd. Ik heb in deze 3 dagen extreem gesport. Als in, normaal gesproken ging ik naar de sportschool. Dan ging ik een half uur rustig cardio en daarna rustig aan gewichten. Maar ik ben dus begonnen om te trainen met Nessie. En dan gewoon heel intensief. Gewoon heel veel gewichten. En intensief in principe. En ik geef mezelf een maand de tijd om dit te doen. Om te kijken of er veranderingen zijn in mijn lichaam. Ik ga nu iets doen aan dit haar. Nessie die komt zo thuis. En dan gaan we samen eten. We hebben bij Elfanas even snel wat besteld. Gaan we even samen eten. Daarna moet haar eigenlijk weer door. En ga ik gewoon hier lekker douchen. Ik denk waarschijnlijk wel vanavond gaan sporten. En wat ga ik nog meer doen vandaag? Nessie is thuis en heeft dit meegenomen. Wij gaan lekker eten. Oh. Oké, ik wil nog graag opmelden. Ik ben mezelf zeg maar zonder make-up ook echt meer aan het waarderen de laatste tijd. Klinkt heel stom, maar dat moet je natuurlijk altijd doen. Maar ik had dat niet echt altijd. Maar bijvoorbeeld vanochtend stond ik op, ja. En meiden met krullen weten hoe je opstaat in de ochtend. Het is gewoon echt, het is gewoon niet mooi. Je haar is gewoon ontploft. Of je hebt het dan vast in een knotje. En dan heb je nog geen make-up op. Dan zie je gewoon echt heel moe uit. Ook al zie ik er nu ook moe uit. Ik heb gewoon wallen. Ik zie eruit als een spookje. Maakt niet uit. Ik keek gewoon in de spiegel in de ochtend. Dacht van, ja, eigenlijk ziet het er gewoon echt vet goed uit. Het klinkt misschien, ja, het is niet om arrogant te zijn of zo. Maar het gaat meer echt om self-love. Gewoon dat je echt gewoon van jezelf houdt. Op allerlei manieren. Ook gewoon zonder make-up. En als je net wakker bent. Dat je gewoon wel, zeg maar, blij bent met wat je ziet. En dat klinkt heel stom. Want dat moet je sowieso zijn. Maar dat was voor mij wel een verbeterpuntje. Gewoon meer self-love. En ik denk, omdat dit jaar ben ik gewoon heel goed begonnen. Met aan mezelf te werken. Ik ben op het moment ook gewoon gezonder. Ik eet gezonder. Ik doe alles wat mij gelukkig maakt. Mensen die mij niet gelukkig maken of die mij stress geven, gaan gewoon gelijk uit mijn leven. Zo sta ik nu in het leven. En alleen maar positiviteit om me heen. En ik denk dat dat ook gewoon heel erg veel met je doet. Dat je dan ook gewoon uiteindelijk gewoon meer liefde krijgt voor jezelf. Ja, ik ben gewoon heel erg happy met hoe ik nu in het leven sta. En ik zit nu op de grond. En mijn knieën gaan pijn. Dus klaar. Ik ben nu bij de Mac om een koffertje te halen voor onderweg. Ik ga even naar de vriendin toe naar Amersfoort. Even een uurtje daar blijven en dan gewoon rustig aan weer naar huis. Om alles een beetje thuis te doen. Ik wil toch even uit huis gaan. Goedendag, wilt u nog iets bij de koffie? Nee hoor, ik hoef er niks bij, dankjewel. Oké, alsjeblieft. Eet ik had een grote spa blauw besteld. Sorry? Een grote spa blauw had ik besteld. Goed, zie het, ja. Sorry. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Dankjewel. Groot drama. Kan toch gebeuren. Ik ga even stoppen. Want ik moet even mijn eigen koffieroom en zo hierbij toevoegen. Nee, maar ik vind het heel erg moeilijk om soms een hele dag thuis te blijven. Dan moet ik echt even uit huis.
Dus ik ga gewoon even langs vriendin even bijkletsen. En dan weer rustig aan terugrijden. Ik rij ongeveer in een 3 kwartier zeg maar, naar Amersfoort. En dat vind ik zo chill. Dat ik gewoon 3 kwartier even kan rijden. De laatste tijd vind ik sowieso autorijden echt heel erg chill. Alsof ik daar echt gewoon rustig van word. Het is echt een hobby bijna. Even overdreven. Goals. Keep the life. Waar ga je eigenlijk naartoe dan met je auto? Amersfoort. En ik ben weer thuis. En het is super donker al buiten. Terwijl het nog maar 9 uur is. Je merkt nu echt gewoon het sneller donkerder wordt buiten. Echt niet leuk eigenlijk. Oké. Ik heb het opruimen wel echt lang uitgesteld. Maar ik moet echt gaan beginnen. Echt geen zin, voilà. Nu je allemaal dingen gaat bedenken, zodat je niet hoeft op te ruimen. Katjes kunnen lekker naar buiten. Gezellig hoor. En ik ga maar starten met al deze ellende in huis. Ik heb er echt geen fucking zin in. Maar jongens, het hoort bij het volwassen worden. Blijf voor altijd een kind. Even ventilator heel hard aandoen, want het is 29 graden binnen. Niet te doen. Ik ben wel aan het vloggen. Oh. Nou, ik heb gestopzuigd. Ik wil net vragen. Echt toevallig. Ik vraag me af wanneer je gaat beginnen met filmen. Ik ben aan het vreten ben. Ik heb gestopzuigd. Oh, goed zo, schat. En toen kreeg ik het echt zo warm. Ik ging helemaal dood. En toen ben ik een uurtje op de bank gaan liggen. Toen is Nessie op thuis gekomen. Een habbetje. Ik heb een cola zero. Echt een ijskoude, heerlijk. En Nessie gaat nu eten. Ik ben vandaag zo schattig, hè? Snorremans. Oei, 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 oei. Deze dag is heel stout, want ze staat zo vroeg op. Oh, lekker ding, oh, lekker ding. Wat heb je nou gedaan? Oh, ik haat mijn leven. Ik kan het nooit drinken. Wat heb je nou gedaan? No, Mimi. Oh, fucking. Jalla, douche. Hele goede morgen. Ik ga vandaag ontbijten met plantaardige yoghurt. Kokosyoghurt. Met frambozen, pure chocola en kokosrasp. Hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. En vandaag zijn we eigenlijk vooral bezig met de voorbereiding voor onze vakantie. We gaan morgen op vakantie. Eindelijk. Ik heb mijn koffer nog niet ingepakt. Nessie heeft zijn koffer wel ingepakt. Maar dat ga ik misschien allemaal straks doen. Ik ga nu even Nessie brengen naar de garage waar hij zijn auto kan ophalen. En daarna heb ik een afspraak om mijn wenkbrauw te doen bij Elnas. Na echt maanden. En ik heb echt heel lang niet meer gedaan. Dus het is zwaar nodig. Laten zien wat ik aan heb. Maar ik heb gewoon weer een groen jurkje aan van de Zara. En ik merk dat ik de laatste tijd heel vaak groene jurkjes achter elkaar aan heb. Ik wil alsof ik elke dag gewoon hetzelfde draag. Ik heb dus een jurkje aan van de Zara. Zo'n basic. En mijn loafers van Boohoo. Heb je weer een kar meegenomen naar boven, jongen? Zo. Het beeld is een beetje oranje nu, want ik reed door een tunnel. We hebben Nessie zijn auto even opgehaald van de garage. En wij rijden nu even naar een lunchplekje. Om samen even heel snel te lunchen. We hebben niet zoveel tijd. Nessie heeft over een uur al een meeting. En ik heb voor anderhalf uur al een afspraak bij Elnas. Dus dat is een beetje de planning. En ik weet echt niet wat ik met dit weer aan moet doen. De ene keer is het heel warm en de ene keer is het heel koud. Ik vind het vandaag nog best wel een beetje fris. En ik heb een jurkje aan. Ik weet het echt niet meer gewoon. Ik heb echt heerlijk gegeten. En het overkomt me echt nooit, maar ik heb mijn eten niet gefilmd. Dit is echt iets gewoon wat ik nooit heb. Ik film altijd mijn eten. Wij hebben lekker een eitje gegeten en een kippensoep. En nu ga ik richting Den Haag. Naar mijn lieve Elnas, die mijn wenkbrauw gaat redden. Jullie zien nu echt niks, maar ik heb hier echt letterlijk allemaal haar van de afgelopen maanden. En ik heb er echt amper aan gezeten. Gewoon met scheid. Ik ben weer bij Elna. Sorry, deze spiegel is chill, jongen. Zij gaat mij weer even aanpakken. Want deze wenkbrauwen kunnen echt niet meer. Ik wou dat jullie echt konden zien hoe mijn wenkbrauwen er echt uitzagen. Want op camera kun je het echt niet zo goed zien. Misschien wel trouwens. Wacht. Ik ga
ga het even proberen. Focus. Volgens mij zie je het nu wel. Kijk, één keer. Oh, wat erg. Ik ben net klaar met mijn wenkbrauwen. Kijk hoe mooi. Fucking strak. Nog iets te donker, maar morgen wordt het lichter. Echt, echt chill. Thank you, Elnas. Het was weer super gezellig bij Elnas. Lekker weer gekletst. Mijn haar zit vandaag echt niet. Ik moet straks even mijn haren wassen. Maar ik ben zo happy met mijn wenkbrauwen. Het is echt een tijdje geleden mijn wenkbrauwen weer zo mooi zijn. Ze worden iets lichter, maar ze zijn zo mooi strak. En ik heb ervoor gekozen om van tevoren dus hier mijn wenkbrauwen niet meer te knippen. Zodat ze iets wilder worden. Want ik wil meer zeg maar het effect van wilde wenkbrauwen weer even. En niet het heel erg strakke. Morgen worden mijn wenkbrauwen dus wat lichter. Zoals je ziet heeft ze mijn wenkbrauwen naar boven gekamd. Vind ik gewoon echt heel erg mooi op dit moment. Ja, dat is vandaag. Maar ik mis mijn eten steeds. Ik film ook mijn eten niet. Maar ik heb kipsalté gegeten met asperges en komkommers. En Nessie mijn eten lekker kroepoep bij. Jongens, goedemorgen. Ik was dus thuis gekomen en toen ben ik gaan eten met Nes. En toen ben ik in slaap gevallen omdat ik mijn koffie moest inpakken. Dom. Maar ja, goed. Ik ga nu even snel een koffietje drinken om even goed wakker te worden. Want ik ben echt zo slecht in dutjes doen. Want als ik eenmaal een dutje doe, dan kan ik gewoon niet meer normaal wakker worden. Dan wil ik gewoon verder slapen. Ik ben trouwens echt blij met mijn wenkbrauwen. Ik val me heel erg op de camera aan, hè. Ik ga even een koffietje maken om even goed wakker te worden. Want ik moet daarna even echt vandaag mijn koffer inpakken. En het zal best wel een klus zijn. Want de helft van de kleren die ik eigenlijk wil meenemen, moet ik nog passen. Dus ik heb wel echt veel tijd nodig. Ik ben aan het inpakken. Ik pak echt alles zo rommelig in. Terwijl Nessie voorbij aan het kijken is hier. Maar ik heb deze bikini net gepast. Ik heb het topje nog aan. Maar hij staat echt super mooi. Tenminste, Nessie vond hem echt heel erg mooi bij mij. Deze is van LA Sisters. Volgens mij heb ik daar een kortingscode van. Miriam, volgens mij. Weet ik niet zeker, maar ik kan het proberen. Ik ga nu deze badpak passen. Oh, ik ben echt zo blij als deze me past. Want dit is echt gewoon precies mijn smaak. Het is net gepast en deze past ook echt zo mooi. Maatje S, jongens. Het is echt best wel wat stretchen. Heel mooi. Okay, ik ga even allemaal van die gekke sieraden meenemen. Waaronder deze oorbellen. Die vind ik eigenlijk gewoon wel cute als ik mijn... haar vast heb ik een stuk om lira. Die ligt gewoon net op mijn koffer. Schatje. Ik heb dit laatst van mijn Zara gehaald voor in mijn haar. Ze zijn wel echt zwaar hoor. Ik weet ook niet of ik ze in ga doen. Maar op het moment zelf zag het er leuk uit. Nu denk ik van heftig man. En deze oorbellen ook van de Zara. Deze vind ik echt heel erg mooi. Ik neem ook even deze tangletjes mee. Die heb ik nog nooit gebruikt. Gewoon nieuw. Gewoon lekker in mijn koffertje douwen. Ik neem deze bodyspray mee van Rituals. Die is bijna op. Dus die ga ik daar gewoon even opmaken. En deze body oil met SPF 30. Super handig deze. En ik vind dat die echt super lekker ruikt. Dus deze neem ik zeker mee. Mijn favoriete deo at the moment. En voor deze vakantie neem ik deze parfum mee. Van Armani. Wij zijn inmiddels een paar uurtjes verder. Ik heb mijn koffer ingepakt en daarna ben ik naar de zonnebank gegaan. Vandaar dat ik een beetje rood ben. Want ik moet me echt voorbereiden voor vakantie, anders ga ik helemaal verbranden. En ik heb me even omgekleed. Ik heb een fila truitje aan met mijn Adidas broek en gewoon slippers eronder. Want wij gaan naar de bios en dit is gewoon mijn relax outfit. Ik ben vandaag van plan om te cheaten, want ik heb daar gewoon echt heel veel zin in. Ga jij cheaten? Huh? Ga jij cheaten? Ik ga kijken wat ze in assortiment hebben. Oké. Okay. Nou, let's go. We laten jullie straks iemand hebben. Neem je een trui mee? Nee, ik vind het eigenlijk gewoon chill. Ik heb toch een trui aan? Je hebt een shirtje aan. Ik zou wel meer meenemen, want vorige keer was de airco in de bios echt zo hard. Het was echt koud. Kunnen jullie dit horen, jongens? Er is dikke vis aan de buurt. Woe! Feestje! You're not welcome anymore! Mensen, wij zijn inmiddels onderweg naar de bios. Maar we gaan even eerst langs de Mac. Want ik heb echt zin in een burgertje. Dankzij mij, want ik ben op cheatings vandaag. Oh, deze trui is echt zo fijn. Deze stof is echt chill. Ik ben er echt heel erg blij mee. Wat ga jij nemen? Weet je dat al? Chicken. Ik neem een Mac Croquette. Ik heb een heerlijke Mac Croquette. Ik ga je echt van genieten. En Nestum's die
de hele tijd te klagen, want hij wil heel graag een hapje van mij. Maar ik cheat nooit. Ik ga gewoon mijn burger niet delen vandaag. Ik weiger dat echt te doen. Ik ben echt gemeen. Ik heb nog nooit met kroketten gegeten. Ja, dan moet je het zelf bestellen. Maar ik weet toch niet of ik dat kan, mag eten, zeg maar, wil eten? Ja, moet ik je uitproberen, maar ik ga echt niet delen. Sorry, ik ben gierig vandaag. Dat vind ik echt gemeen. Eerste hap, jongens. Je hebt eigenlijk een verkeerde burger gekozen. Ik zeg je eerlijk. Nee, dat is gek. Mm. Het was zo donker tijdens het eten. Ik stapte uit en ik nee, zag dat dit. Dat is niet de schuld. Ja, het was echt donker. Jij was zo hongerig. En mijn camera is ook gewoon helemaal onder de saus. Bah. Ik kom allemaal met zo hard rijden altijd. Terwijl ik aan het eten ben. Ik was zo aan het genieten van mijn burger. Ik heb echt, we waren aan het praten. We hebben echt lang niet zo intens genoten van een burger. En wat ik net ook tegen Nessie zei is dat... We zagen net een paar stelletjes en die zagen er echt vet mooi uit. Terwijl ze gewoon naar de bios gaan. En wij zijn altijd zo zwerverstel. Zijn we de enige die zo naar de bios gaan? Gewoon zwervers. Ik weet niet, ik vind het gewoon heel fijn. Ik heb helemaal geen zin om zo'n... Ja, maar misschien is dit een tweede ding. Ja, eerst. Heel veel. Nou, ja. Mirdi is momenteel in paradijs, want ze zegt nu tegen mij, zullen we... Eén van die en één van die. Zo echt een beetje overdreven, meer. Neem één chips en dan neem deze chocolate chips. Die is lekker, hè? Eerlijk, die vind je, die vind je gek. Die vind je gek. Zal ik deze ja. Maar ik vind het een beetje weinig. Jij gaat misnoepen. Dit is niet weinig, schat. What the fuck? Laat ze vergelijken. Volgens mij kan het wel. Ja, maar dit is lekker. Schat. Waarom neem je dit zo serieus? Je bent gewoon echt aan het overwegen van wat de fuck ga ik nemen. Naar grammen kijken en zo. Zal ik deze doen? Of deze? Wij staan hier echt veel te lang. Ik kan het niet. Wat ben je zo aan het vergelijken en zo? Wat doe je nou? Nibbits, nibbits. Deze is heel heftig op den duur. Ja, klopt. Toch? Ja. Heb je een gekke Mexicaanse smaak in je mond? Die bovenste, die chocolate chips. Maar echt niet doen? Oh, in plaats van M&M's. Oké. Okay. Dat is super echt heel veel, hè? Heb je al drinken? Oh, nee. Oh shit, snel. Maar eigenlijk M&M's ook wel lekker. Hè? Ja, maar dit is ook... Oh, shit. Zo man. Wat drink je? Oh, oh. Nee, nee, nee. Pak zero, pak zero. Ik heb ook spa rood. Pak zero. Is het toch dezelfde smaak? Ga, kom op. Pak zero. Meer, meer. Pak zero. Pak zero. Pak zero, meer. Nou. Doe. Ik ben zo stuk. Mag en dan? Mag ik dat? Smaken. Oh, je wilt nog eentje erbij? Doe dan. Pff. Pak paprika. Oké, dat vind ik wel goed. Man, je gaat echt los, hè? Helemaal los. Helemaal los. Ga je niet. Guys, we hebben echt zoveel snacks. Ik heb dus niet weet, ik kon niet kiezen. Ik heb cola zero. Ik heb chips, smaak, paprika. Net zoals we zijn foto's aan het maken met twee jongens. Die komt er zo aan. Net als deze wat je hebt. Nessie heeft zelfs nog popcorn gehaald. Jack. We gaan jack. Wat heb jij gehaald? Popcorn, zout of zoet? Chips, zoete popcorn, alles. Je hebt zelfs nog die amandelen met chocola. Ja, man. Oh, wij gaan genieten. Lekker dit. Cheating. Hey, Paté, dankjewel voor de film en de korting, hè. Zo. Wij zijn net thuis. Oh, we hebben echt zo'n grappige film gekeken. Het was nou Good Boys. Ik heb me echt dood gelachen en dat zien we ook. Het was echt heel erg leuk. Mijn gezicht is echt heel erg groot van de zonnebank. Het was echt zo'n grappige film. Ik heb me echt dood gelachen en dat zien we ook. Echt een aanrader, Good Boys. Ik heb echt lekker gesnackt. Ik was er echt aan toe. Maar nu heb ik echt een heel vies gevoel. Ik ben best wel misselijk nu, maar maakt niet uit. Ik heb ervan genoten. Nissim is nu gewoon kapot, laat naar de kapper. Zijn kapper is echt chill en open de zak gewoon voor hem als hij het nodig heeft.
Dus dat is wel chill voor de vakantie. Ik denk dat ik me gewoon ga omkleden en ga klaarmaken voor bed. En direct naar bed ga, want morgen is de planning dat we het hele huis schoonmaken. En dat we de katten wegbrengen. En wat nog meer. Nessie wil heel graag nog een video voor zijn kanaal opnemen samen. Dus dat is een beetje de planning voor morgen. Ik zie jullie morgen weer. Doei doeg!